Goedendag, welkom bij Vlaams Parlement TV. We wachten allemaal op een nieuwe regering Jambon, maar het parlement zit niet stil. Er is nog een regering in lopende zaken, die van minister-president Lisbeth Homans van de N-VA. En die wordt vandaag uitvoerig ondervraagd in een speciale commissie, een ad-hoc-commissie heet dat. En voor de gelegenheid hebben wij onze studio Vlaams Parlement omgedoopt in studio ad-hoc. Bij ons Chris Janssens, fractieleider Vlaams Belang. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, meneer Janssens, meteen een heel eigenaardig gebeuren daarnet in de zaal. Het zou gaan over de erkenning van de Leuvense moskee Al-Ishaan. Maar plots bleek dat minister Homans een beslissing moet nemen op basis van informatie die zij niet heeft. Zeer opmerkelijk en ook een vaststelling die we al eerder gedaan hebben. Men gaat ervan uit, de andere partijen gaan ervan uit, dat een erkende moskee een gematigde en dus ook een goed gecontroleerde moskee is. Maar in de praktijk lijkt dat fout te lopen. We hadden eerder al de moskee in Beringen, waarvan de erkenning is ingetrokken omdat er daar allerlei dingen misliepen. Ook toen was er vanuit de staatsveiligheid tegenstrijdige en te weinig communicatie met de bevoegde minister. En nu is inderdaad hetzelfde geval. Lokale overheden die zeggen, wij weten eigenlijk niet wat daar gebeurt in die moskee. De provincie zegt, we gaan geen advies geven, want wij kennen die moskee niet. Dat zijn allemaal de gemeente zegt, we hebben te weinig info om een advies te geven. Ja. Want om het even te duiden, het gaat over een imam in die moskee die daar actief zou zijn. Op basis van zijn aanwezigheid daar, hij zou salafisme prediken, moet erkenning ingetrokken worden, maar dan blijkt nu, in een week geleden, eind augustus, dat die imam daar al niet meer is sinds februari. Het wordt ingewikkeld, maar minister Homans kijkt naar Koen Geens en zijn diensten, waaronder staatsveiligheid. Het blijkt dat de Leuvense gemeenteraadsleden meer wisten dan de minister, dan staatsveiligheid en dan de administratie samen. Ja, hoe kan je dan besturen met erkenningen? Ja, zowel vanuit de staatsveiligheid naar de bevoegde Vlaamse minister en casu minister Homans loopt die communicatie mis. Maar ook onderling tussen de federale overheid en de Vlaamse overheid is er blijkbaar geen uitwisseling van communicatie wanneer er in dergelijke moskeeën dingen fout lopen. En dus denk ik wel dat wij op basis van alle elementen die de staatsveiligheid heeft opgesomd, een imam die afbreuk doet aan vrouwenrechten, een andere imam die salafistisch onderwijs geeft in die moskee, ook Koranlessen aan jongeren op basis van salafisme, dan moet minister Homans nu ze nog bevoegd is, de enige mogelijke beslissing nemen en dat is de erkenning van die moskee intrekken. Maar even dan ten gronde, stel dat het klopt dat die man daar sinds februari niet meer werkt, de moskeegemeenschap heeft hem zelf aan de deur gezet, kan die erkenning dan wel blijven? Want eigenlijk, uw partij wil toekoer geen moskee erkennen, hoe dan ook. Wij denken dat het een fout is om de islam te erkennen en dus te subsidiëren in Vlaanderen. Maar zeker wanneer er dergelijke manifeste inbreuken op de erkenningscriteria zijn, moet de minister consequent zijn en moet ze die erkenning intrekken. Of die man nu al dan niet wel vandaag of morgen nog actief is in die moskee, is niet relevant. Het moskeebestuur wist, wetens en willens, die man verspreidt hier salafistische boodschappen. En ja, dat kunnen wij in Vlaanderen echt niet tolereren. En dus moet de minister haar verantwoordelijkheid nemen. Nee, misschien een naïeve vraag. We spreken over staatsveiligheid, over de politiediensten die moskee moeten opvolgen. Maar kan gewoon niet vrijdag iemand even gaan checken, dat is een open huis, of die man daar al dan niet aanwezig is. Dat is toch eenvoudig? In principe is de staatsveiligheid daarvoor bevoegd, maar zij heeft in het verleden zelf al aangegeven, we hebben te weinig man, te weinig mensen, te weinig middelen om effectief degelijke controles uit te voeren op alle erkende moskeeën. Dat zijn er al 27 in Vlaanderen die in principe elke vrijdag zouden gecontroleerd moeten worden op de inhoud van de preken die daar verkondigd worden. Wel, men heeft daar de mensen en de middelen niet voor en dus zeg ik, met die controle, ook op erkende moskeeën, loopt het in dit land helemaal fout. Nu, op basis van die redenering kan je ook stellen, jullie zeggen van je moet hoe dan ook die moskeeën niet erkennen, en al zeker dit geval. Maar je kan ook zeggen, ja, als die basis van die beslissing onvolledig is of onduidelijk, ja, dan kan je die erkenning niet intrekken. Je kan als moskee verdacht zijn, maar daarom nog niet schuldig aan salafisme. En dan, ja, dat hoor je ook bij het gemeentebestuur, dat adviseert om die erkenning niet in te trekken. Die mensen hebben tot nader order officieel niets misdaan. Ja, lokale besturen gaan altijd uit van hun electorale achterban en zij durven daar zeker de moslims in hun gemeente niet voor het hoofd stoten. En dus geven zij als advies, er is hier eigenlijk niks aan de hand. Men is daar altijd ziende blind in die lokale besturen en men zegt, laat die erkenning maar blijven. Maar ik denk dat de minister heeft opgesomd dat er rapporten zijn van de staatsveiligheid, hoewel zelfs die rapporten elkaar tegenspreken, dat er inderdaad
een imam zegt van vrouwen die ongehoorzaam zijn, moeten door hun man een tik gegeven worden. En twee, er wordt hier inderdaad via Koranlessen, via lezingen, salafistisch onderwijs gepredikt. Maar dat kunnen we echt niet tolereren. Ik even nu op wat u zegt. Nu zegt u eigenlijk dat de stad Leuven, puur om electorale redenen, burgemeester Ridouani, maar al te zacht is voor zo'n moskee, dat is wel fors natuurlijk. Hè. Het gaat ook over de andere meerderheidspartijen daar, die achter die beslissing staan om niet te sluiten. Vanzelfsprekend, ik viseer zelfs niet alleen de burgemeester, maar de lokale besturen als dusdanig. Ik heb dat ook gezien in Beringen, waarvan vorig jaar de intrekking van een moskee, de erkenning van een moskee gebeurde, de Fatih-moskee in Beringen. Toen zei ook het lokale bestuur, er is hier helemaal niks aan de hand. Terwijl de staatsveiligheid toen ook in een rapport zei, hier wordt gewoon de mening van Erdogan gepredikt, die wordt dan politiek gedaan, aan polarisatie en dergelijke meer. En toen is die erkenning ook terecht ingetrokken. Ik denk dat we hier een gelijkaardig geval hebben. Het lokale bestuur dat zegt, wij blijven ziende blind voor alle problemen, maar laten we toch maar vooral die erkenning behouden om de moslims hier in Leuven niet voor het hoofd te stoten. Ik denk dat de minister daar geen rekening mee mag houden en die erkenning moet intrekken. En niet alleen deze minister, maar we onthouden uit deze commissie en uit dit gesprek natuurlijk ook dat er een boodschap, een appel is aan de diensten van federaal minister Koen Geenstan, maar ook bij andere partijen, dat die doorstroming van informatie zeer belangrijk is en nu tekortschiet blijkbaar in dit geval. Nog een laatste vraag. Het parlementaire jaar is begonnen. Er is al 5 keer vergaderd over de plaats. Welke fracties zouden toebedeeld krijgen? Weet u al waar u gaat zitten? Wel, ik zit nu nog altijd te rechterzijde en ik voel me daar goed. Dus wat ons betreft hoeft daar niks aan te veranderen. Maar ik stel vast dat partijen die blijkbaar zelfs ideologisch niet meer weten waarvoor ze staan, dat die nu ook al ruzie gaan maken onderling in de meerderheid over waar ze moeten zitten in het parlement. Ik denk dat wel een heel slecht over bij mensen. Zeer valse start is voor deze Want jullie moeten regering. Dat beslissen. Hè? U zit in het bureau als fractieleider. Dat moet door jullie mee beslist worden. Komt heel slecht over bij mensen. Als het aan ons lag, was deze discussie al lang van de baan. Maar de N-VA blijft daarmee voor de dag komen. Ik vind dat zeer jammer, want de politiek leidt hier als... En waarom? Ze willen meer in beeld komen? Ze willen in de middenbeuk zitten, goed in beeld komen? Ja, N-VA wil blijkbaar in het middenblok in het parlement zitten, waarvan CD&V zegt dat is ons moedige midden hier en hier willen wij niet weg. Men wil dan de extremen, zogezegd, ook op de extreme posities zetten. Het zijn infantiele, kinderachtige discussies die we achter ons moeten laten. We zitten in het parlement al vele jaren zoals we nu zitten. Laat dat gewoon zo. Soms weten partijen niet meer waarvoor ze staan, maar nu ook niet waarover ze zitten. Straks naar 10 Vlaamse ministers. Laatste vraagje. Goeie zaak. We komen van 9. Jan Bon wil het misschien met meer doen. Wel, dat is vooral om iedereen nog een postje te geven die mogelijk op het federale niveau uit beeld verdwijnt. Ik denk dat dat een zeer slechte zaak zou zijn. Van de Vlamingen is in de vorige legislatuur heel veel besparingen gevraagd. Aan de lokale besturen is opgelegd om het met minder schepenen te doen. Ook de provinciebesturen zijn afgeslankt. En dan gaat men tegelijkertijd zeggen, ja, maar in de Vlaamse regering, daar moeten we een minister bijvoegen. Ik denk dat er over de vorige regering, die 9 ministers zat, heel veel te zeggen viel, maar dat er een minister tekort was, dat heb ik nooit gehoord. Ja. Wat we zelf doen, doen we in deze misschien met meer. Dank u wel, meneer Janssens. We blijven dit opvolgen samen met jullie. Maar blijf ook volgen hier op Vlaams Parlement TV. De commissie loopt door en straks gaan we opnieuw in gesprek over onderwijs, over het tekort aan leerkrachten. Er zijn er steeds te weinig. En we doen dat met Kim De Witte van de PvdA, een nieuw Vlaams parlementslid.